De Freinet-school Casa da Vinci uit Sint-Niklaas mag zich sinds kort een brede school noemen. Dat betekent dat leerlingen zich niet alleen binnen de schoolmuren kunnen ontwikkelen, maar ook daarbuiten. Een brede school is erop gericht om maximale ontwikkelingskansen te creëren door samen te gaan werken met verschillende partners en zo eigenlijk een brede leer- en leefomgeving te creëren voor kinderen. In maart hebben we een inspiratielunch georganiseerd voor alle scholen waar we brede school hebben toegelicht. Daarna is er dan een subsidieoproep gevolgd en daar zijn uiteindelijk twee scholen uit voortgekomen die van start gaan met het brede schoolconcept. Dat is enerzijds de basisschool De Watertoren en anderzijds Casa da Vinci, een secundaire beroepsschool. Hallo, wij zijn Casa da Vinci en wij komen een buurtonderzoek doen in het kader van Brede School om mensen uit de buurt beter te leren kennen. Okay. De leerlingen van Casa da Vinci zijn als Brede School gestart met een buurtonderzoek om te weten wat er in de buurt leeft. We zitten hier in een heel diverse buurt, waarbij dat we er heel erg van overtuigd zijn dat er heel veel kennis en talenten zit bij de mensen hier rondom, die eigenlijk binnen de schoolmuren kunnen gebracht worden. We kunnen met leerlingen naar buiten gaan, maar er kan ook heel veel naar binnen komen. We zijn eerst begonnen met een app via smartphones en tablets, dat we eigenlijk een beeld en een gevoel weergeven van de buurt. In de volgende fase zijn we op buurtonderzoek geweest en dan zijn we echt van deur tot deur gegaan om de mensen eigenlijk een beetje te leren kennen. En in de volgende fase gaan we eigenlijk gaan kijken van oké, wat leeft er hier, wat zit er hier in de buurt en hoe kunnen wij ons als school op in eerste instantie engageren naar die buurt toe. Op 8 november 2019 gaan wij ook een theehuisje doen van 2:30 tot 4:30. Casa da Vinci organiseert op vrijdag 8 november een theehuis, waarbij de leerlingen alle buurtbewoners en sympathisanten graag ontvangen met een hapje en een drankje. Denk je dat je voor de school iets kan betekenen? Dan ben je altijd welkom. We zijn dus met onze school echt op zoek naar mensen met bijzondere talenten, met een bijzonder verhaal, die misschien wel iets kunnen betekenen voor onze leerlingen. Op welke manier dan ook, dat kan creatief, maar dat kan ook met een verhaal van de geschiedenis van de buurt. Dat kan op allerlei manieren. We hebben bijvoorbeeld een elektronisch drumstel. En het zou heel fijn zijn moest er bijvoorbeeld een buurtbewoner zijn die onze leerlingen daarmee kan leren werken. We hebben ook keyboards, bijvoorbeeld voetbal met de gasten. Dat kan allemaal. Tijdens het buurtonderzoek verzamelen de leerlingen veel informatie. Daarmee gaan ze een grote tentoonstelling maken in samenwerking met het Stadsarchief en de Vrije Ateliers. Vanaf januari starten wij hier in de Vrije Ateliers met workshops voor de jongeren van de school. Volledig op maat van de jongeren en van de school. En de bedoeling is dat ze hun talenten ontdekken en dat ze getriggerd worden in hun creativiteit. Zodat ze gans het buurtproject op hun eigen creatieve manier kunnen verder afwerken. De resultaten zullen dan hier in de tentoonstellingsruimte van de Vrije Ateliers getoond worden op 21 maart. En dan gaan we de buurt, de ouders, de jongeren en de school uitnodigen. Ik vind dat echt heel goed, want ik denk niet dat in de buurt de mensen elkaar heel goed kennen. Er zijn weinig winkels en er wonen denk ik ook wel wat alleenstaande mensen. Dus ik vind het heel fijn dat de jongeren die ook de buurt eigenlijk niet zo goed kennen, dat die willen kennismaken met de mensen uit de buurt. Casa da Vinci is naast de Watertoren de eerste school om zich een brede school te noemen. De bedoeling is dat er op termijn nog meer scholen van Sint-Niklaas in het project stappen. Voor meer info, surf naar bredeschool.org.